Franse Disaster is een truc die je erg hoog en met veel controle kan uitvoeren. Rij aan op de quarterpipe met genoeg snelheid. Omdat je een Franse 180 gaat doen, is het een goed idee om je schouders er vast in te draaien. Je achterste voet kan het beste in het midden van de tail staan. Zodra je voorste truc boven de quarterpipe uitkomt, pop je en draai je heupen, zodat de tail van je board boven de coping uitkomt. Land met het midden van je board op de coping, met je voorste voet net op de nose van je board. Als je lichaam uitgedraaid is, druk je de nose van je board in totdat je achterste truc weer onder de coping is. Haal dan de druk van de nose af en zorg dat alle vier wielen weer op de grond zijn. Is dat gelukt, dan hoef je alleen nog maar weg te rijden.